Ja, goedemorgen dames en heren, daar zijn we alweer. Dus ja, afval bestaat eigenlijk niet. Dat is altijd weer een grondstof voor iets anders. En ik zie het ook in de praktijk dat teams van diverse samenstelling beter presteren. Dat vind ik gewoon echt prachtig als je studenten zo'n ontwikkeling door ziet maken. Mijn grote doel zijn over een paar jaar inderdaad, dat we het helemaal niet meer hebben over sociaal ondernemen, maar dat het gewoon vanzelfsprekend is. Ondernemerschap is voor mij inderdaad niet een bedrijfstart, maar is ondernemerschap een manier van doen.